hele goede middag en welkom bij een nieuwe video. Ik had verteld in de vorige video dat Mees zijn eerste schooldag gaat beginnen. En nou, dat is in deze video morgen, maar wanneer deze online komt heeft hij er natuurlijk al wat dagen op zitten. Maar ik ga jullie eerst even laten zien zijn nieuwe schoolspullen. Hier in Duitsland is het dus normaal om een soort van, we hadden vroeger volgens mij de e-spec rugtas. En hier hebben ze dus de step-by-step. Nou, ik vind het echt een super groot en zwaar ding. Maar het is hier helemaal het einde. Ik heb geen idee, het hoort erbij. Dus Mees mocht van mij voor dit schooljaar een nieuwe uitkiezen. Dat is, ik vind hem loodzwaar. Maar oké, dat is geworden deze. Zwart met groen. Had vorig jaar andere kleuren. Nou, daar heb ik dan nu van alles en nog wat in gedaan wat morgen weer mee naar school moet. Een etui zit erbij voor al zijn stiften en potloden, vulpen, puntenslijper. Nou, dan heeft hij zo eentje erbij en die is ook helemaal klaar voor school. Ze doen hier dus ook echt alles met een vulpen. Even kijken. Dan, wat dan ook bij die tas zit, is een gymtas. Nou, die heb ik ook alvast even gedaan met nieuwe Adidas gimpen. Ik vond deze wel heel handig. Lekker makkelijk aan te doen. Je hoeft de veters niet te strikken. Dus nieuwe gymschoenen erbij. Dan moet hij overal naamstickertjes op. Dus die heb ik laten maken. Dat zijn deze. Die moet ik nog even op alle schriftjes en dingetjes doen. Maar die zijn op school. Dus die krijgen we binnenkort. Of morgen. Dit is zijn nieuwe broodtrommel. We hebben alles zwart met groen en geel aangehouden. Kijk even hoe leuk. En dan is de binnenkant weer met van die vakjes. Ik vind hem echt super leuk erbij staan. En moest hij ook een nieuwe drinkfles voor naar school. En ik heb echt een hele leuke laten maken. Deze zilveren met een voetbal erop. En aan de andere kant, kijk even hoe leuk. De foto in het nieuwe Union Berlin pakje van Rain, Mio en Mees. Kijk, super schattig. Naam er ook weer op. Dus ja, Mees is klaar om eindelijk naar school te gaan. En super spannend is het wel weer. En de vakantie is echt voorbij gevlogen. Mio ligt nu even te slapen. En Mees is buiten aan het spelen. Ik ga eventjes het eten al een klein beetje klaarmaken voor vanavond. Even wat dingen snijden en zo. Zodat ik straks als Mio wakker is niet zoveel meer aan het eten hoef te doen. Want ik ga dus een nieuw recept maken uit een kookboek. Ik zal hem even laten zien. Waar heb ik hem nou neergelegd? We weten namelijk elke dag niet meer wat we moeten eten. En ik word gewoon gek van dingen te verzinnen. Maar van deze kookmutsjes. Dus ik heb hieruit even een recept gekozen. En ik ga het boek er eigenlijk maar even gelijk bij pakken. Want ik moet natuurlijk vanavond zien hoe en wat. Hoe ik het best klaar kan maken. Het is volgens mij iets met aardappeltjes gehakt. En ik weet niet precies hoe ze hem noemen. Ik zal het straks gewoon even laten zien. Want ik moet hem eventjes gaan zoeken. En heb ik dus weer heel erg last van onrustige benen. Nu alweer bijna 2 weken. Ik heb het op internet opgezocht. Ik heb de dokter bericht van de club. Waarschijnlijk is het dus RLS. Hoe heet het nou? Zeg ik het nou wel goed? Restless leg syndroom. Ja, ik had het toevallig net weer even opgezocht. Want ik had vannacht dus echt heel erg veel pijn. En het is vooral mijn knieën, mijn benen. Gewoon heel onrustig. En juist wanneer ik wil gaan slapen, dan komt het. Ik word er echt zo moe van dat ik gewoon niet eens mijn zin heb om naar bed te gaan.
Want dan weet ik al dat het komt. En vaak als ik het heel heftig heb, dan denk ik, nou weet je wat, ik neem even 2 paracetamol en dan ga ik slapen en dan verzacht het een beetje en dan dat werkt. Maar ja, om nou nu elke dag 2 paracetamol te nemen voor het slapen gaan en ja, uiteindelijk gaat dat ook niet meer werken. Maar ik heb dus zelfs nu, als ik dan vannacht zo'n rotnacht heb gehad, nu echt heel veel pijn. Dus als er iemand een tip heeft, ik neem al magnesium, ik neem van alles en nog wat aan vitaminepillen, had ik jullie de vorige keer ook in een video al verteld. Dus dat neem ik nu ook al wel weer een tijdje, maar het helpt niet. Ik heb zelfs vorige week een zwangerschapstest gedaan, omdat ik dacht, nou, totaal niet gepland, totaal niet mee bezig, maar ik heb weer de symptomen van wat ik had toen ik zwanger was. Dus ja, wie weet. Maar nee, dat was het niet. Dus daarom is het wel gewoon heel vervelend en gek dat ik het dus nu wel zo erg heb. Dus mocht er iemand nog een tip hebben voor me, laat het me weten. Ik krijg nu even een belletje. Ik zie jullie zo weer als ik even het eten ga klaarmaken. Nou, dit is dus het recept. Aardappelblokjes met gehakt en saus. Ik heb net de aardappeltjes helemaal klein gemaakt. En ik ga gewoon al even de meeste stappen gewoon doen. Dus mochten jullie dit recept ook willen maken, kijk dan eventjes bij Kookmutsjes het boek of wat dan ook. Dit is in ieder geval de aardappeltjes met uienpoeder, zwarte peper, knoflookpoeder, zout, olijfolie en dan in de oven. Het gehakt in een koekenpan, zout, knoflookpoeder, uienpoeder, zwarte peper en paprika. En daarna peterselie, tomatenpuree en water. Voeg de peterselie en kruidenboter toe. Kook 1 minuut. Oké, nou dat is dan dus alles voor in het gehakt. Daarna de yoghurt, mayonaise, augurk, uienpoeier, knoflookpoeder, zwarte peper in een kom. Verdeel de aardappelblokjes over een bord. Schep de saus erop, gevolgd door het gehakt. En nog wat rucola en tomaat, als je dat lekker vindt. Nou, dit zijn dus een beetje de dingetjes die ik ga doen. Ik zal die stappen even een klein beetje snel laten zien. En dan het eindresultaat. Zo, Mio is ook lekker wakker. Die heeft een heerlijk slaapje nog gedaan. Ja! Even lekker schoon pyjamaatje aan. Want hij is helemaal lopen zweten. Het is warm in je bedje nu. En het is al avondeten en nog middageten voor hem in één. Hij heeft net een lekkere krentenbroodje op. En toen is hij gaan slapen. En nu heeft hij nog een lekker gekookt eitje. Die had ik voor hem bewaard. Is die lekker? Ja! En daarna krijgt hij lekker geprakte aardappeltjes met spersieboon. En een beetje appelmoes. En dat eet hij voor het eerst met spersiebonen. Normaal met bloemkool. En appelmoes heeft hij ook nog nooit gegeten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En hij wil het heel graag zelf. Kijk. Goed zo, Mio! Ja, happy. Mama doen nu? Mama pakken? Mio weer doen? Ah, vast. Goed zeg, schat. Ja. Nou, we zijn lekker bezig. Het is een beetje gek voor hem. Hé, hey, hij lacht ervan. Zwaaien. Dadaag. Dadaag. Goed zo. Eten. Lekker eten. En zeg even mama. Zeg eens mama. Zeg eens mama. Ja, mama. En nu papa? Papa. Papa? Het is dus de hele dag door mama, 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 mama. En dan is het daarna? Yes. Papa? Yeah. Echt waar? Wil je drinken? Lekker water. Oh! Oh-oh. Ja, wat deed je nou? De aardappeltjes zitten erin.
Die ruiken echt heerlijk. De gehakt ben ik nu aan het schaarmaken. Kruiden zitten er doorheen. Peterselie, kruidenboter en tomatenpuree moeten nog. Hier heb ik net de dressing saus die dus onder de gehakt komt gemaakt. Het proeft ook erg lekker. Augurk vooral. Knoflook, uienpoeder, mayonaise, kwark of yoghurt bedoel ik. Van alles en nog wat. En voilà. Het ziet er best apart uit, maar de smaak en de geur is echt heerlijk. Ik ben benieuwd wat iedereen ervan vindt. Hallo mensen, goedemorgen. Ik ben niet meer ziek en nu ga ik gewoon weer naar school. En... Ja, en je bent al een paar dagen naar school geweest, toch? Dat ging super goed, hè? Ja. En nu zijn we ook onderweg naar school. En straks, als mama me ophalen, dan ga ik thuis omkleden. En dan ga ik voor mijn eerste keer bij Union voetballen. Ja, meisje mag meetrainen bij Union Berlin, hè? Ja. Ze zijn super trots op jou. En super spannend en heel leuk, hè? Dat dat gewoon mag. En dat het kan. Zo, nog even een gaapje. Beetje moe, hè? Ja, het is maandagochtend. En we beginnen weer een nieuwe week. En het is de week van jou. Verjaardag. Verjaardag. Meestal is het einde van de week jarig. Dus super spannend allemaal. En een hele leuke week weer. Maar eerst nu even lekker naar school, toch schatje? Ja. Oké, tot zo allemaal. Doei. Nou, daar gaat hij hoor. Ze gaan pas met een kwartiertje 20 minuten beginnen. Dus hij mag nog eventjes lekker spelen. Ze zijn allemaal kinderen, trainers. Ik ben benieuwd. Hij is helemaal nerveus. Superleuk. En Mio is ook mee kijken bij... Meesie kijken, hè? Ja. Ja, let's go. Nou, Mees, hoe was het? Leuk. Ging goed, hè? Ja. En waar zijn we nu? McDonald's. Lekker bij de McDonald's. Mees heeft gelijk McDonald's verdiend. Het was bloedje heet, hè, tijdens trainen. Oeh, ja. We gaan lekker kippie eten en patatjes. Ja, niet in je neus, hè? Nee, ik zit hier in de midden. Oh, wacht even, ik ben aan de beurt. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe dag. Gelijk de laatste dag van deze video. Ik eindig eventjes met nieuwe kleding van Chaquel en nog een nieuw ander merkje. Echt superleuke dingen allemaal, dus ik wil het jullie eventjes laten zien. En dan gaan we de video afsluiten en zoals jullie kunnen zien, mijn haar is eruit. Maar dat zal niet lang duren voordat er weer lang haar in zit. Maar oké, Chaquel, een superleuke top. Ik heb er even geen BH onder gedaan. Ik heb hem gewoon eventjes... Zo, het is denk ik wel het mooist om het ook zo te doen. Anders ga je natuurlijk een BH zien. En een shortje eronder met een ribbelstof. Lekker rekbaar maatje S en top M heb ik nu aan. Ik zal hem nog even zo draaien. Ja, dus nou, dit kan je op elkaar zo dragen. Maar je kan het natuurlijk ook... op een andere manier doen. Ik vond dit wel heel erg leuk staan. En dan heb ik nog een zwarte lange blouse. En dat is deze. Ik weet niet of jullie het nu goed kunnen zien dat het nu zwart op zwart is. Maar wat ik leuk vind aan die lange blouse is gewoon lekker nonchalant, groot, oversized, open dragen. En dan is die dus lang aan de achterkant. Maar je kan het natuurlijk op allemaal verschillende manieren. Oeh, de blouse is van een linnen stof. Kijk. Oké, volgende outfit. Dan hebben we hier het volgende setje. Kijk even hoe leuk. Ik had hem laatst al aan met cowboy laarzen en een, die zwarte linnen blouse overheen. Kijk, dus hij kan in principe echt voor de zomer, maar ook gewoon makkelijk als het wat
kouder wordt. Het is een dikkige stof. Maar dan moet je er gewoon lange laarzen of een jasje overheen. En heeft die steekzakken aan de zijkant. En een rits heeft het topje aan de achterkant. Die ik nu eventjes niet dicht heb gedaan. Omdat ik hulp nodig moet hebben. Maar hoe leuk is dit setje. Dit is het dus allemaal van Chaquelle. Mijn kortingscode is KellyLouv, grote letters 25. Kijk hieronder wel eventjes bij de omschrijving. Want dan zet ik mijn linkjes van deze items neer. En ook de website. Nu een ander nieuw merk. Ik begin even met de Instagram. Your Impression The Label. YourImpressionTheLabel.com is ook gelijk de website. En echt superleuke jurkjes. Deze zwarte heb ik nu aan. En ga ik ook nog aandoen. Oh, dit is een filmpje. Maar nou, die ga ik jullie gewoon even laten zien. Echt een nieuw merk. Superleuke jurkjes. Mooie dresses. En let op. Even dit dicht doen. Al die puinhoop hier. Maar kijk eventjes hoe mooi dit jurkje is aan de bovenkant. Knoopje erin gedaan en de armen schijnen door. Lange mouwen. En een beetje een pofmouwtje. Echt super schattig. Ja, hij is dus helemaal rekstof. Hij rekt helemaal mee. Aan de onderkant nog een ruffeltje. En hij zit echt heel mooi aan. Dit is dus echt een favoriet jurkje. Die hoor je gewoon echt in je kast te hebben. Met hakken, laarzen. Ja, met alles is dit toch geweldig. Oké, dit is echt mijn favoriet. Ik vind dit geweldig. Wel sexy. Je kan natuurlijk tape doen om het te houden. Of een topje eronder. Het is natuurlijk net wat je wil. Maar ik vind dit juist zo echt heel erg mooi. Satijnen stof. Loopt aan de onderkant zo. Dus het is ook echt een beetje zo die heupen aan de zijkant. Super sexy op je rug. Een rits aan de achterkant. En dat je hem kan aantrekken met touwtjes. Ik ga het even zo filmen. Kijk, ik moet dus nu wel aan de achterkant iets minder strak doen. Want anders trekt deze kant ietsjes naar achter. Maar ik heb even geen hulp voor degene die mijn jurk aan de achterkant kan vastdoen. Maar kijk eventjes hoe mooi dit zit aan de achterkant. Strikjes, ritsje hier op je kont. En die zijkanten zo. Dat is wel echt heel erg mooi. En hij zit ook heerlijk. Nou, er komen voor mij wel wat feestjes aan. Dus ik kan deze mooie jurkjes wel gebruiken. Echt heel erg mooi. Ik geef ook een kortingscode weg. 10% met Kelly hoofdletters 10. Maar kijk nog eventjes hieronder bij de omschrijving voor alle belangrijke dingen. Website en kortingscode en al die dingetjes. Nou, ik ga nu een lekkere joggingpak aantrekken. Ik ben gewoon helemaal buiten adem. Al die outfitjes aandoen. En ik kan ook gewoon niet wennen aan mijn haar. Ik weet, jullie gaan het vast heel erg leuk vinden. Maar het is altijd net zo'n lengte dat ik denk, nou, niet heel bijzonder. Maar ja, ik ga dus wel weer mijn haar erin doen. Maar soms misschien gewoon eventjes eruit laten voor een tijdje. Dat het wel weer wat gezonder gaat worden. Maar oké, vandaag allemaal dingen weer te doen is voor een nieuwe video. Ik heb gisteren trouwens ook nog mijn nagels gedaan. Die zijn weer helemaal mooi. En gelijk mijn teennagels, zodat ik mooi met je ben. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zien jullie mij gewoon snel weer. Doei!